Deze beschouwing die gaat over iets wat ik meemaakte op mijn werk. Dus ik ben in de ondersteuning van de begeleiders van de gehandicaptenzorg. Dus de, ja, ondersteuner in de gehandicaptenzorg. Dus ik, ik ga niet één uh, op één om met gehandicapten of zo. Ik mag dan de wasmachine aandoen en toiletten schoonmaken en dat soort dingen. Dat waar je geen diploma van nodig hebt. En nou, dan was ik op een locatie waar ik nog niet, eerder was, nog niet eerder was geweest. En iemand die daar begeleider was, die leidde mij in de ronde. En ging, me, ging mij uitleggen wat ik zoal moest doen. Ja, zij zei, ze, ik weet het ook niet precies, maar. Volgens mij is zus en zo. Nou. En dat ging daar om een groep. Uh, eensgezinshuizen. Zes in totaal. En per huis woonden daar drie mensen. Van een relatief hoog niveau. En de bedoeling is dat die mensen vanuit die positie. Zelfstandig gaan wonen. Maar dat kunnen ze dan nog niet. Zo. En die mensen die daar wonen. Nou, die zijn zo 20 à 30. Jaar oud, hè? Nou, komen we daar bij de, want bij ieder huis zijn we eventjes in geweest, dat ze me in een kort liet zien. Van, nou, hier is in dit huis is het, daar staat dat, en nou zo, op, 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 op. en dan kwamen we in het eerste of tweede huis, en toen stond er op het aanrecht een partijtje afwas, en ze zei tegen mij, uh, die afwas hoef jij niet te doen. Dus hier moet je de vloer even dweilen en laat die afwas maar staan. Want dat moeten die mensen zelf doen. Oh. Toen kwamen we in nog een woning en daar zag ik een vaatwasmachine staan. Toen dus zei ik tegen die vrouw die mij rondleidde van... Goh, op die andere plekken waar die afwas stond, hadden ze daar geen vaatwasser? Jawel, zei ze. Daar hadden ze ook een vaatwasser. Alleen, ze hebben die spullen niet in de vaatwasser gezet. Ze pletteren het gewoon in de gootsteen en uh, op het aanrecht. En ja, ze gaan weer wat anders doen. En toen zei zij van ja, de mensen die hier onder onze begeleiding zitten. Die hebben niet allemaal evenveel inlevingsvermogen. Dat zei ze letterlijk. En dacht ik wat een correcte term eigenlijk. Ja? Het vermogen om je in te leven in een ander, daar gaat het dan om. Of in de anderen. Ja? En dan in dit geval, ja, je woont met z'n drieën in een woning en je hebt lekker je pizza op. En wat doe je dan met je vuile vaat? Zet je die gelijk in de vaatwasmachine. En als je dan ziet dat die vaatwasmachine zo goed als vol is. Dat je gelijk een tabletje erin doet. En dan druk je op wat knoppen en dan gaat dat ding staan blazen. Of uh, plet je gewoon je bord op het aanrecht. En ja, dan ga je gelijk naar je kamer. Waar je op je smartphone uh, een beetje gaat zitten gamen ofzo die Crush. Kijk, mensen met een inlevingsvermogen, die, zo stelde zij dat dus, hè, die zijn dan eerder geneigd om hun spullen in de vaatwasser te zetten en de vaatwasser eventueel gelijk aan te doen. Sterker nog, mensen met een inlevingsvermogen... die gaan misschien wel zo ver dat ze denken van... nou, ik kan de vaatwasser nu aandoen. Maar Gerard, die heeft later dienst. Die komt zo thuis. Die gaat ook nog een pizza eten. En ja, dan staat die vaatwasser al te draaien. Dus laat ik het maar even niet doen. Dan kan Gerard zijn vieze er nog inzetten. Of Mathilde. Dat je je inleeft in... Ja, misschien dat ik je ook moet zeggen, in de situatie van we zitten hier in één woning met z'n drieën. En als iedereen nou zijn beste beentje voorzet, dan is dat leuker voor ons allemaal. Ja, ik begreep al wat ze bedoelde. En ik zei tegen haar, zij zei dus van nou, niet iedereen hier heeft evenveel inlevingsvermogen... En ik haalde zo mijn schouders op en zeg, Ja. Ja. Dat, uh, ja, dat ken ik. Ik heb zo'n leuk huwelijk gehad. En zij snapte in één keer wat ik bedoelde. Hè? Het was een jonge vrouw, 26 of zo. Ze snapte in één keer wat ik bedoelde. En ze zei er heel, moet uh, zeggen, snappy overheen. Ja, zei ze, want niet iedereen met een gebrek aan inlevingsvermogen valt onder onze zorg. Er zijn er ook heel veel, zei zij, ja, ze, haar woorden. Er zijn er heel veel, die hebben geen inlevingsvermogen. En die lopen hier gewoon vrij in de ronde. Ja, precies. Zei, laten we er maar om lachen. Ik moest ook lachen, ik moest lachen. Ook vanwege haar reactie. Ze gelijk erin doken. Want ja, deze mensen die dan in de opvang zitten... Ja, reken maar dat die al wat akkevietjes hebben gehad, eventueel met politie erbij en eh, toestanden. Want je komt niet zomaar in zo'n opvang, voorziening. Daar moet wel wat gebeurd zijn. Autistisch dan of zo, of whatever. Maar kijk je naar, je naar je omgeving hier in de samenleving. De moeder van mijn kind heeft daadwerkelijk geen inlevingsvermogen. Daar heb ik haar nooit op kunnen betrappen. Ik heb nooit aan haar gemerkt dat ze. Dat ze iets deed en waarvan ik dan dacht uh, op dat moment: van... hé, hey, waarom doe je dat nou? En dat dan bleek dat ze dat deed, want een ander had anders misschien last van dingen of zo. En dat ze uit zichzelf had gedacht: van laat ik dat nou maar even zus doen, want dat is leuker voor die. Helemaal nooit. Helemaal nooit. En dan zat ik erover te denken. Kijk, die mensen die daar in de opvang zitten, daarvan zeggen wij dan, ja, die zijn geestelijk gehandicapt. Dus dan zou je kunnen denken, die hebben geen inlevingsvermogen vanwege hun geestelijke handicap. Dus dan kan je dat eigenlijk niet kwalijk nemen bij die mensen, want ze hebben het vermogen niet. Dus als je niet kan inleven in een ander, ja, dan kan je ook niet handelen alsof je dat vermogen wel hebt. Want je hebt het vermogen niet. En je gedraagt je dan als de eerste beste asociale lul. Of tut-hola. Maar daar kan je niks aan doen. Want je bent geestelijk gehandicapt. Snap je? Zou dat waar zijn? Zou dat het. Ja, zou het daarom gaan, hè? Of. heb je mensen. en dat zijn gewoon ongelooflijke eikels. die met opzet dingen doen uh, die een ander slecht uitkomen. En dit is een oud probleem, hoor. Dat is een beschouwing hè, dus dan mag jij ook maar ik, ik ga het me niet, uh, mijn conclusie doet er echt geen zak toe. Ik weet niet eens of ik een conclusie zal gaan vinden in dit uurtje wat ik eraan ga besteden. Huh? Dat dus is denk ik ook niet zo belangrijk. Belangrijk is dat jij met me meedenkt. Hè? Of, to, of to, to, voor mij hoef je helemaal niet te denken, dan luister je alleen maar naar mijn stem. Terwijl je lekker in bed ligt. Of zoiets, met een kopje thee. Kijk je een avondje geen tv en luister je naar mijn stem. Haar inlevingsvermogen is een hele belangrijke factor in je samenleving. Waarmee ik bedoel uh, dat het. Uh, ja, dat. Hoe moet ik nou zeggen? Ik. Het, het moet blijken. Daar gaat het me om. Of iemand inlevingsvermogen heeft, ik zou. Ik zou punt 1 niet goed weten hoe je dat moet testen. Maar je, je kan het misschien toetsen door een situatie te schetsen en dan uh, iemand die, die hoort dan de situatie aan in een verhaaltje of zo. Hè? En dat je dan aan die persoon vraagt. Uh, het verhaaltje ging over Piet en Henk. En die waren samen aan het vissen of zo. En, en dat dan aan de proefpersoon wordt gevraagd: uh, uh, hoe denk je dat Piet die middag ervaren heeft samen met Henk? En dan ook, uh, hoe denk je dat Henk die middag ervaren heeft samen met Piet. En of die persoon zich dan in zijn fantasie kan inleven in Piet, zeker in Henk. Ja, misschien dat je zo kan kijken hoeveel inlevingsvermogen iemand heeft. Maar dat is toch niet waar het om gaat. En er schiet me nou iets te binnen: dat ik was met mijn dochter. Dat was na de scheiding en we moesten bij de familie langs. Of moesten, ja, dat leek me leuk. Bij mijn familie, ja. En ik denk, kom, dan wel een leuk dagje uit van. Dus eerst naar mijn broer. Die is mijn broer helemaal niet, maar dat is de pleegzoon of zo, stiefzoon of zo, van mijn vader. Mijn vader is hertrouwd en die vrouw had een kind. Dat is hij. En zijn moeder is inmiddels overleden. En mijn vader, die is daarna overleden, uh, toen mijn vader overleden was. Toen heb ik op een dag tegen mijn zus gezegd, uh, zullen we doen alsof hij uh, gewoon erbij hoort. Ja. Mijn zus is mijn echte zus. Uh, maar zullen we hem voortaan onze broer noemen? Nou, ja, zei mijn zus, dat is goed. Nou, vanaf dat moment is het mijn broer. Uh, hij ziet er heel anders uit dan ik, maar... Uh, een kniezoor die daarop let, hoor. Aardige vent. Anyway, e eerst bij hem op bezoek, dat was op zaterdag. En toen zouden we doortuffen naar mijn tante Til, een tante Til ophalen, dan doortuffen naar tante Irene, tante Irene ophalen, en dan doortuffen naar mijn volle nicht. En daar zouden we gaan eten. Mijn nicht zou zorgen voor eten. En mijn nicht is, ik weet niet of ze getrouwd is, maar die heeft een leuke kerel. Een chageraar is dat. Dus... Nou, je weet het wel. Ik weet niet of je weet wat een chageraar is, maar het is zo'n. Een... Hij zit zeg maar in de oude ijzerhandel. Maar dan het oude ijzer, dat betreft oude computers. <laughs> en wat hij nou precies uh, doet, maar. Ze halen het goud eruit of zo. ...computer demolition uh, bv. <laughs> nou, leuke vent. Ik mag hem wel. Nou, daar zou het feest dan eindigen... ...en dan uh, die tantes weer naar huis brengen... ...en dan ik met mijn dochter naar huis. En dat was dan de hele, de hele dag. Nou, dan waren we smorgens bij mijn broer... We ...hebben koffie gedronken... Dat was allemaal cool... ...hij liet het huis even zien... ...net een nieuw huis... Waar hij allemaal mee bezig was. En echt zo'n klussenfanaat is het. En toen moesten we gaan Karren. En dan vanaf daar naar tante til, was toch dik een uur rijden. En ik had het wel zo'n beetje gepland dat het rond lunchtijd of zo zaten we in de auto. En ik denk: dan gaan we dan ook even tanken. Ja, ik hoef namelijk niet per se te lunchen overdag, maar mijn dochter wel. Dat weet ik. En. Wij zijn bij de benzinedingers en mijn dochter die, die vraagt zo heel bedeesd aan mij van, oh, mag ik ook wat eten? Ik zei, ja, natuurlijk. Ja, zei ze, maar, maar wat mag ik dan kiezen? Ik zei, nou, gewoon wat je zin in hebt, wat je op kan. En zei zo, oh, ja, ik heb echt heel erg honger en zo. Ik, uh, ik zei, nou, dat maakt geen donder uit. Dan eet je maar uh, te barsten. Ik vind het belangrijk dat jij uh, dat je lekker eet. En mijn dochter, die. Ik weet niet of dat toen haar zei of een andere keer. Kan het ook geweest zijn hoor. Maar op dat moment zie ik haar zo kijken. En dat ze dan verbaasd is. En dat ze zoiets denkt als: Goh, hij houdt rekening met mij. En ze wist het ook. Ik hou daar rekening mee. Kijk, ik rookte in die dagen nog. Nou, mag je op een benzinestation of zo. Mag je niet echt een shaky roken. Maar hè? ik rook. Dus. Ja, ik kom de dag wel door hoor. Ontbijt interesseerde me niks, lunch interesseerde me niks. Maar mijn kind, die rookt niet. <laughs> die was toen twaalf of zo, of dertien. Ja, die moet natuurlijk wat eten, natuurlijk. En zeg nou maar zelf, zo'n geintje, dat was me aan benzine, kostte me dat al... Nou, wat zullen we zeggen, dat was toch 200 kilometer. Hebben we gereden wat meer. Dan hebben we 250 kilometer gereden. Nou, ja, dan ben je al tientallen euro's kwijt aan benzine hoor. En dan ook nog parkeren. De Sanne die woont in het centrum van Amsterdam. Nou, uh, dat kost ook etterlijke euro's. Dus alles bij elkaar praat je toch al over tientjes werk. Alleen voor de benzine en alles. Nou, dan moet ze een hummeltje en even een paar hapjes eten. Ja, of een eetje maar voor een tientje. Wat doe ik hier? Op de grote hoop is dat toch helemaal niks. Nou dan. En mijn dochter zo. En dan weet ik wel wat ze denkt. En dat zegt ze dan niet. Um, wat ze denkt is van ja als mijn moeder erbij was geweest, dan had dan had ik niet zomaar van alles mogen. Hè? Als je überhaupt al een boterham met kaas had gemogen, had je alleen inderdaad maar een broodje met kaas gemogen. En niet een uh, pistolet met uh, kip tandoori of zo. Of een salam met uh, roomkaas of iets. En rucola. Nee, dat doen we niet. Dat is veel te duur. Nou, zo is die moeder. Nou, je, je inlevingsvermogen voor een ander dat moet ergens uit blijken. In de praktijk, dat, dat vind ik. En dan kan je spreken van inlevingsvermogen. En is dat nou een kwestie van intellect? Ja of nee. Ja, want als je zegt, als je een inlevingsvermogen niet hebt, Dan heb je dus dat breinvermogen niet. Dan gaat het om intellect dus. En wat ik nou denk aan de ene kant kan dat zo zijn. En aan de andere kant. Ja, heb ik de moeder van mijn kind dingen zien doen waarvan ik dacht van ja, dit wist je. Dit wist je. Maar dit heb je met opzet, heb jij verzaakt. Puur om te treiteren. En dat is slecht. Dus dan heb je het niet over een. Onwetend, uh, geestelijk gehandicapt persoon. die geen inlevingsvermogen heeft. Nee, dan heb je het. in dit geval van de moeder van mijn kind. over een treiteraar. En dat is. iets waar Arthur Schopenhauer. ook uh, mee zat, hè? Dat. In zijn dagen, dan heb je het over het einde van de 18e eeuw, begin 19e eeuw. Was de, de, de zoektocht, de vraag naar moraliteit. Uh, ja, die was net zo actueel als alle honderden jaren daarvoor. Dus heel lang is dat al een issue. Uh, waarom is moraliteit belangrijk? En dat soort dingen. Hè? En een Theorie die veel mensen aanhingen in die dagen was, dat dus, immorele mensen, die zijn dom. Domheid en immoraliteit, dat zijn twee uh, kanten van dezelfde munt. Je bent immoreel, dus ben je dom. Je bent dom, dus immoreel. Zo was het. En toen dus zei Schopenhauer: Nee, dat ben ik niet eens met die mensen. Ze hebben gelijk in het feit dat mensen die dom zijn, die zijn immoreel. En mensen die immoreel zijn, die zijn dom. Dat klopt wel. En, zei hij, de reden daarvoor is dat het merendeel der mensen dom is en het merendeel der mensen is immoreel. En daarom overlappen die twee groepen. Maar ze hebben niks met elkaar te maken. Dat is Schopenhauer. Hè? Dat vind ik eigenlijk wel een goeie hoor. Want ik weet van de moeder van mijn kind. Het gaat niet om haar zwart te maken. of om mezelf zo zielig weg te zetten of zo. Het gaat even als studie. Hè? Zodat dat huwelijk, dat grappige huwelijk. nog een beetje zin heeft. Namelijk dat het een studieobject is voor jullie. Hè? En was het het volgende. Ons kind had schoolvakantie. Een week lang. En dan zou er op woensdagmiddag 12 uur, middags was precies door de helft. We moesten geruild worden. Want ze was dan eerst bij de moeder en dan bij mij. Dus op woensdagmiddag om 12 uur had ik de zorg voor het kind. Nou, is goed. Maar ons kind wilde naar mijn moeder en de nieuwe man dingen, en ze zouden gaan surfen, windsurfen. Vind ik dat is leuk voor die kinderen. Nou, ik had dat helemaal afgesproken. En toen komt er maandag of zo, krijg ik een telefoontje van mijn moeder en die zegt: je, yeah, uh, we kunnen, ja, uh, yeah, we kunnen Nina niet ophalen op die woensdag. Want we moeten eerder naar Den Bosch, of zoiets. was het. Ze hadden een geldige reden. Dus kunnen we dan het kind dan, uh, dinsdag ophalen. En dan dachten we, dan gaan we, Dit is natuurlijk bij mijn moeder. Uh, bij haar moeder, dus bij mijn ex. En dan stelde mijn moeder voor, nou, dan gaan we daar eten. Avondeten. En daarna het avondeten nemen we dan uh, mijn kind mee. Vanwege de planning. Ja, waarom niet? Hè? Door, het is de vakantie van het kind. Hè? Nou. kind uh, mijn kind uh, vond het ook allemaal prima geweldig leuk. Die vond het helemaal niet erg om op dinsdagavond al mee te gaan met mijn moeder. Want ze zou gaan uh, windsurfen de volgende dag. En dan wilde die moeder, die ex van mijn kind, die wilde compensatie. Van ja, want dan is dat kind uh, vaker bij jou. Want uh, als het bij mijn moeder is, dan telt dat dus voor tijd bij mij. Ja, zal wel, zal wel. Ja, dan is het te vaker. En dan wilde ze dan dat het kind dan van diezelfde week de hele zondag bij haar zou zijn. Terwijl het maandag weer naar school moest. En toen dacht ik van ja, nee, dat gaan we niet doen hoor. Want dat zou dan inhouden, inhouden dat ze dan, ons kind dan uh, dinsdagavond met mijn moeder meeging. En dan vrijdagavond terug naar mij. Vrijdag en zaterdag bij mij slapen. Zondag bij de moeder slapen. En dan maandagavond weer bij mij slapen. En dan dinsdagavond weer bij de moeder slapen. Ik denk, nou, dat, dat, dat doe je een meisje van 12, 13 niet aan. Hè? De zijn tijd heen en weer met al die spullen gaat echt weg. En waarom een hele zondag compensatie voor het feit dat mijn kind dan iets eerder naar uh, het windsurferfestival ging? Ja. Dat staat toch niet gelijk aan een hele dag inhalen of zo? Dus ik er wat van gezegd. En nou, die moeder zei: ja, 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 maar ik wilde op zondagmiddag wilde ik wat leuks gaan doen. Want er is een een, een, een of andere kinderfilmmaster. Ja, dat, dat kan toch wel. Maar dan breng je het kind om acht uur s'avonds naar mij. Hè? Dan mag je, oh ja, ze wilde ook nog eten met het kind. Ik zei, nou, dat is het best. Dan ga je smiddags naar de matineevoorstelling. Dan ga je daarna wat lekkers eten. En dan breng je haar om acht uur bij mij. Nou, dan kan ze bij mij nog even chillen, een kopje thee drinken. En dan op tijd in bed, want de volgende ochtend moet het kind weer naar school. Hè? Ja, nou, dat was allemaal goed. Dan ben ik keurig om uh, zondag om uh, half acht of zo, was ik al thuis. Ik had nog wat andere dingen te doen. Ik denk, ik ben op tijd thuis. Dan kan ik even het huis opruimen. Toen zit ik te wachten. Kijk, om acht uur s'avonds krijg ik een sms'je. Van ja, we zitten in de bus. En dan denk ik, ja, welke bus en waar naartoe? Dan Dus ik sms' terug van, uh, hoe laat zijn jullie hier? Ja, tussen 8 en half 9. Nou ja, het kind zou om 8 uur bij mij zijn. En niet tussen 8 en half negen. Maar ik denk hè, tussen 8 en half 9. Ach, Nou, dan kreeg ik daarna nog een sms'je. Ook een hele onduidelijke. Dan weer dingen, En dan kreeg ik weer een sms'je. En dan weer een hele onduidelijke. En ik maar wachtte en maar wachtte. En uiteindelijk kwam mijn kind om half 10 s'avonds bij mij. Waar heb je het dan over? Hè? Is dat nou dommigheid van die moeder of is dat kwaadaardigheid? Ik, ja, ik geef het je even te denken. Hè? Door een andere keer was mijn kind was bij mij en er was een kroegquiz. Waar ik wel naartoe wilde, maar mijn dochter zou bij mij slapen. Dus had ik tegen mijn dochter gezegd: van, Goh, vind je het erg om die zaterdag bij je moeder te slapen? Want er is een kroegkwist, daar wil ik graag naartoe. En dan kan jij zondagochtend lekker tv kijken. Dan mag ze altijd bij de moeder, dan mag ze de hele ochtend tv kijken. En ik heb geen tv. Ze zei: En dan kom je als je klaar bent met tv kijken, kom je zondagmiddag een keer naar mij toe. Oh, zei mijn dochter: Nou, daar heb ik wel zin in. Ze zei: Nou, mooi zo, dan zal ik even je moeder vragen. Nou, die vond het ook goed. Toen zei ik, nou, dan kom ik dat kind brengen om kwart voor acht. Nou. Dan gaat die moeder moeilijk doen. Dan zegt ze, nee, ja, ik kom het kind wel ophalen. Want ik moet die, middag, die middag moet ik nog even naar mijn broer. En dan kom ik terug met de bus. En dan loop ik langs jou. En dan haal ik het kind op om kwart voor acht. Want ik had tegen die moeder verteld dat ik moet om acht uur in de kroeg zijn. Voor de kroegquiz. Nou, en ik dus om uh, half acht, zo tien over... Ja, om half acht krijg ik een sms'je van die moeder. Van ik ben op het station. Nou, van het station naar mijn huis is tien minuten lopen. Dus ik zeg tegen mijn kind, oké, okay, sms'je van je moeder is binnen. Ga je schoenen maar zoeken en je jas. Want zo dadelijk gaat je moeder bellen, aanbellen. Nou, ik helemaal klaar, mijn kind helemaal klaar. Wordt dan wordt er niet gebeld, hè. En we wachten en we wachten en we wachten. Ja, dan wordt het inmiddels 5 voor 8. Dat kan dus helemaal niet, hè? Want vanaf het station is het 10 minuten lopen. En inmiddels waren we dus 20 minuten verder. 25 minuten verder. Toen <laughs> dus zei ik tegen mijn kind: Ja, ik moest op tijd zijn voor die kroegquiz. Ik zei: Nou, weet je wat we doen? Uh, we gaan naar buiten en we lopen je moeder wel tegemoet. Want er is één een, een, ja, een vaste route vanaf mijn woning naar het station. Daar, door die straat moet ze gaan. Dat, dat kan bijna niet anders. Zo lopen we je moeder wel tegemoet. Nou, vond mijn dochter goed. En wij komen beneden bij de portiek, stappen we uit de, de portiekdeur. Staat die moeder aan de overkant van de straat voor uh, vitrines van een of andere winkel, van de ene been op de andere been te wippen, zo van oh wat een leuk dingetje staat hier, oh wat een leuk dingetje staat daar. Ah ja, die stond er waarschijnlijk al tien minuten te kijken in die etalage. Was dat dommigheid of was dat treiteren? Ja, dat zijn zo van die dingen, hè. En een andere met de moeder van mijn kind, was ik ook zo'n aparte. Ik moest op een dag weten of, of mijn dochter zou bij mij eten. Maar ik wilde weten of dat vriendje ook mee zou eten. Dan moet ik ja, voor twee mensen koken of voor drie. Hè? Nou, en ik bel mijn dochter op. Op de mobieltje. Maar dan krijg ik. Die uh, doe die doe die doe. Van uh, nummer niet bereikbaar. of Zo. Ik zeg, nou, mooi boel. Dus dan bel ik op het vaste nummer van haar moeder. En daar neemt ze, die neemt ze op. En ik vraag haar nou, komt je vriendje ook mee eten? Ja, dat was zo. Ik zeg, nou, dat is goed. Ze zegt nog iets anders: Waarom neem jij je mobieltje niet op, hè? Ja, zegt ze: Ik kan de oplader nergens vinden. En dan zakte me zo de broek vanaf. Die was al een keer kwijt geweest. daar had ik een nieuwe voor haar betaald. Ik denk, ja, ik ben, er zit geen geldboom op mijn rug. Ik zeg, hoe kan het nou? En zei, ik snap het ook niet. Want vanmorgen toen ik naar school ging... toen heb ik hem uh, op de grote tafel gelegd in de woonkamer. En daar ligt hij nou niet meer. En ik weet zeker dat ik hem daar heb neergelegd. Ik zeg, nou... Uh, alles leuk en aardig, maar je gaat maar zoeken. Ga maar goed zoeken, samen met je vriendje. Nou, even later komen ze bij mij met z'n tweeën, nou helemaal opgelucht, ze hebben de oplader gevonden. Ik zeg: Oké, okay, waar lacht hij nou? Ja, ze en mijn dochters, een beetje een merkwaardig verhaal. Maar de printer, uh, die stond op zijn kant gekeerd. Zo'n zo 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 inkjetprinter. Ik heb zo'n hele grote zware laserwriter of zo, maar zij heeft zo'n. Die moeder heeft mijn oude inkjetprinter. En die kan je dus op zijn kant keren. Een lichte apparaatje. En zei ze, die stond op zijn kant. En Toen dacht ik: Goh, wat raar. Ik zet hem eventjes op vier pootjes neer. En toen bleek dat die oplader erachter lag. Waarop ik tegen mijn kind zei: Dat heeft je moeder met opzet gedaan. En achter haar, achter mijn kind, stond haar vriendje. En die keek ik dus in zijn gezicht. En die keek mij aan en die begon ze te knikken. Want dat geloof ik ook. En mijn dochter zo, nee, dat soort dingen doet mama niet. Dat was vast een ongelukje. Ze heeft zich vergist. Het was dommigheid. En ik, en dus ook haar vriendje, wij dachten allebei, nee. <coughs> dat heeft die moeder met opzet gedaan. Dat is om te treiteren. Dus ik kan zeggen dat... Vanuit die optiek... Ik weet niet of ik gelijk heb. Hè? Ik zeg gewoon wat mijn mening is. Uh, mijn dochter die gelooft dat dus niet. Mijn dochter gelooft dat... Uh, ja, mama die... Die had in een zin om de printer uh, op de kant te doen. Want die moest kennelijk wat doen op tafel. En de printer stond in de weg. En toen lag... Uh, de, de oplader er ook. Dus dan heeft die moeder, de moeder van mijn kind, heeft toen die oplader gepakt in de ene hand. En toen die printer op de kant geduwd om meer ruimte te maken voor iets. En toen is die, is die oplader achter de printer beland. Uit het zicht. Helemaal per ongeluk. Dat is wat mijn dochter denkt. Nou, ik denk dat die moeder dat met opzet zet. gewoon te treiteren. Dus dat is dan de, die twee gezichtspunten. Is het nou een gebrek aan inlevingsvermogen bij die moeder? Nou, dat, denk ik, dat denkt mijn dochter dus. Hè? Van ja, mama is zich niet bewust van het feit dat ik mijn oplader nodig heb voor mijn mobieltje. En haar uh, hoofd is zitten, met andere dingen is ze bezig. En uh, ja, mama heeft die viel gewoon niet zo. En. Uh, ja, en die legt dan mijn oplader neer op een plek waar ik hem niet kan vinden, en dan zit ik zonder oplader. En dat doet mama niet met opzet. Maar mama heeft niet het vermogen om over dat soort dingen na te denken en rekening te houden met mij. Dat is wat mijn dochter denkt. Ja, en ik denk er eens anders over. En wie heeft er nou gelijk? Ja, ik denk ik. Ik heb er al zo vaak dingen mee meegemaakt. Ik denk van mis. We vertelde ook de moeder van mijn kind. Want toen waren we nog uh, getrouwd. Ik kende haar nog maar net. Nou, ik kende haar niet eens lang. Misschien een paar maanden of een jaar of zo. En toen vertelde ze dat. Zij had meegemaakt. Dat, ze haar, dat. haar moeder. die had de sleutelbos op het dressoir laten liggen. haar vader kwam de woonkamer binnen. die pakte die sleutelbos. die deed een van de laden van het dressoir open. legt die sleutelbos erin. doet die la dicht. gaat aan de koffietafel zitten. en begint de krant te lezen. en doet verder niks. Dan komt die moeder komt binnen. En die zegt, hé, hé, we zijn mijn sleutels? En die moeder moest nog eventjes naar de slager of zo. Hè? En die had die sleutels nodig. Dus die gaat dan een beetje zenuwachtig lopen doen. En vraagt dan aan de man van, hé, hey, uh, heb jij gezien waar mijn sleutels zijn? En de moeder van mijn kind vertelde dat. Hè? Ja, zei ze. En mijn vader, het ging niet over één keer. Nee, ze had het vaker meegemaakt. Maar dit vertelde ze even als voorbeeld. Hè? En, dan zei ze, en dan zit mijn vader zit de krant te lezen en die zegt dan tegen uh, uh, haar moeder... van nou ja, jij bent ook altijd van alles kwijt hè? Ja, slordig was dat je bent, ja dat krijg je ervan hè? Slordig zijn en dan ben je spullen kwijt hè? Ja. En dan raakt je moeder helemaal in paniek en dan, la, 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 la ja maar woe, straks gaat de slagen dicht en hoe dat nou. En, en dan uiteindelijk gaat die vrouw dan uh, maar uit armoede de, de lades open doen van het dressoir En dan vindt ze haar sleutelbos en dan zegt ze heel verbaasd tegen de man van, hé, nou zich de sleutelbos ligt in de tweede la van boven. Hoe komt die daar nou terecht? En dan hij zo van achter zijn krant van, ja, ik zou het niet weten hoor. Maar ja, maar zo'n slordig En een beetje. Ja, vergeetachtig of zo. Hè? De kostenkost laat toe. Of de seniliteit. Of. Uh, ja, het is niet de eerste keer hè, dat jij het helemaal niet meer weet. Dan slaat de pagina om en gaat verder bij het sportnieuws. Van de krant. En dat vertelde de moeder van mijn kind. Die vertelde dat verhaal aan mij. En toen dacht ik: van nou, nah, dat meen je niet. Dat, dat doet iemand toch niet? En nu denk ik, want ik heb die man, dat is mijn schoonvader, eh, die heb ik wat beter leren kennen. Uh, door de jaren heen, En ik heb die man vrij intensief over een periode van tien jaar lang meegemaakt. En met hem dus ook een aantal dingetjes, uh, oh, de hele kleine dingetjes. Ik denk van, well, hé, hey, hier klopt iets niet, hè? Die man die, uh, die. Ja, nu denk ik dus. Hè, toen dacht ik toen die moeder van mijn kind. Toen de moeder van mijn kind dat verhaal vertelde. Van dat hij achter de krant zat. Hij had die sleutels van het reswaar gepakt. En in een van die laders van het reswaar gestopt. En uh, deed alsof zijn neus bloedde. Hè, dat geloofde ik toen niet. Ik dacht nou, dit verhaal is aangedikt. Zo. Hè? Dat doen mensen toch niet? Nou, daar ben ik van terug. Die, die man die doet dat wel. En daarbovenop. De moeder van mijn kind, die doet het ook. Die heeft het gedrag van haar vader overgenomen. Hoppakee. Dus je hebt dat soort mensen. Die dat wel. Uh, ja. Ja, die dat soort dingen wel eventjes gewoon doen. En ze weten dat ze daarmee een probleem veroorzaken voor een ander. En dat vinden ze spannend. Ja, dan moeten ze eigenlijk van binnen een beetje lachen. Gewoon een beetje pesten. Vervelende mensen hoor. Zijn er op deze wereld? En als iemand geen inlevingsvermogen heeft, dan. dan kan je je voorstellen dat daar nog iets aan te doen valt. door. een gedragstherapie of zo te beginnen met zo iemand. Hè. Dingen uit te leggen en. Om een voorbeeld te noemen, ik had een jongetje, heel lang geleden, een jongetje was drie of zo. En die was dan bij ons om even te spelen. Zijn moeder moest ergens naartoe, dus die werd bij ons gedumpt. En ik kende dat jongetje vrij aardig. En die wilde wel naar buiten, het was helemaal geen lekker weer, maar hij wilde naar buiten, wilde de tuin in. Hij had heel veel energie. Ik zei, nou. Zeg, wat je mag doen, mag je in de tuin. En er lagen maar van die afgevallen takken van een boom van de buren. En die liet zijn takken vallen in onze tuin. En... Zeg, die takken mag je wel uh, een stukken meppen. Hè? Niet dat het nodig was, maar daar heeft die jongen wat te doen in de tuin. Want wat moet hij er anders doen? Hè? Zeg ja, die takken maar een stukje meppen. En hij zit zijn jas aan, zijn schoenen aan en gaat naar buiten. En, uh, en ik zie hem dan bezig met die takken op die stenen zat te meppen. En ik hou hem zo met een half scheef oog in de gaten. Staat hij even later met takken tegen de planten aan te meppen? dacht ik, ja, dat moeten we niet hebben. Dus ik loop naar buiten, heel rustig. En uh, ik zeg tegen die jongen: van, Hé, hey. ja. jij slaat met de tak tegen de, de planten? Ja, dan ah, zit hij. Uh, ik ben met de takken aan het mappen. Ik zeg ja. Maar als je tegen de planten slaat. dan hebben die planten auw. En die jongen die keek me helemaal verschrikt aan. Oh. Ik zeg ja. Ik zeg, dat is niet leuk voor de plant. Oh. Ik zeg ja. Ik zeg, maar als jij op de stenen slaat. met die, uh, die, uh, die, 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 uh, die dode takken. Ik zeg, die stenen hebben geen auw. Oeh. Oh, dan ging hij dat lekker doen. <laughs> dus die jongen had geen inlevingsvermogen met die planten. En toen ik hem vertelde dat die planten ook een pijnervaring hebben, wat een beetje overdreven gesteld is, maar. Er zit een kern van waarheid in. Planten kunnen stress ervaren. He? Voor een deel had ik gelijk. En dat maakte een diepe indruk op hem. En hij paste gelijk zijn gedrag aan. Dus een gebrek aan eenlevingsvermogen, bah, daar is wel wat aan te doen. Maar mensen die pesten, die treiteren, dat is wat anders hoor. Wat denk jij daarvan? En die mensen die heb je. Uh, Getuige de moeder van mijn kind. Hè? Uh, ook zo eentje, dat was dat mijn moeder. Die had een weekendje georganiseerd. om dan uh, met haar kinderen. dat is dan ik, met de moeder van mijn kind en mijn kind. Haar kleinkind. En dan mijn zus. Dus 1, 2, 3, 4. Maar z'n vijven naar uh, Schiermonnikoog Roogste wel. En zij dan appartementjes gehuurd en uh, nou, dat was hartstikke leuk, wauw leuk. Een familie gebeuren. Oh, het is niet iets waar ik nou uh, op zit uh, popelend op zit te wachten, maar voor de goede orde. Uh. En zo vaak vraagt mijn moeder niet om zoveel aandacht. Dus nou, klaar. Haar familie is heel erg. De familie van de moeder van mijn kind is veel anders. Veel meer anders. Ieder, de, ieder jaar is er wel zoiets hoor. Dan moeten we meer met z'n allen hier naartoe, daar naartoe. En allemaal slapen en eten. En, weet je, de toestanden. Maar nou, mijn moeder, dus een keer. Nou, en dan staan we zaterdagochtend, het was Paasweekend, staan we om 9 uur op het station in Arnhem te wachten op de stoptrein naar Dieren of zo. En daar moesten we overstappen op de intercity naar Zwolle. En daar overstappen op de intercity naar Groningen en Leeuwarden... En dan het deel Groningen natuurlijk. En dan in Groningen overstappen op de bus. En dan in Lauwersoog overstappen op de boot. En dan op schiemelijk oog weer overstappen in de bus en dan ben je in het dorp van een ja, schiemelijk oog. Dan is het klaar. Nou, Smorgens om negen uur staan we op het station van Arnhem. En dan wordt er omgeroepen de stoptrein naar Dieren heeft een vertraging van vijf minuten. Ik denk, oké. Okay. En de moeder van mijn kind gelijk van oké, okay, dan kunnen we nu naar huis. Ik zeg, hoezo? Nou ja, ze, uh, uh, we hebben vertraging, dus dan missen we de, de trein in Dieren. En uh, ja, dan, uh, ja dan, dan, dan halen we het niet. Ik zei, nou. <laughs> uh, het was negen uur s morgens en we hebben de hele dag om naar Schiemen te komen. Dus. Schiemen Koog is niet uh, halverwege de Evenaar. dan gaan we het gewoon proberen, hoor. Of misschien moet ik al redden. Ja, nou, toen kwamen we aan in Zwolle... en zei de moeder van mijn kind, die had krukken. Die had er iets met een middenvoetsbeentje gebroken of zo... bij een ongelukje. En die kon heel goed uit de voet, hoor, met die krukken. Dat uh, ging prima, ja. En we gaan als eerste de trein uit, want dat had ik dus eventjes geregeld, van een hele grote hoeveelheid mensen moesten overstappen nou, op de Intercity naar Groningen. Ja, en ik zeg tegen haar, dus nou, kom op, we gaan als eerste bij de deur staan, want ja, zij had die krukken en moeten we moeten op de Intercity naar Groningen op tijd. Hè? En toen moesten we daar daarin zwollen, dan ga je eerst omlaag en dan heb je een trap omhoog voor het perron waar de trein naar Groningen vertrekt en Leeuwarden. En bij die trap omhoog zei ik tegen de moeder van mijn kind, van nou, doe jij het maar lekker op je gemakje, ik loop alvast vooruit met alle tassen en het kind. En ik wacht op het perron op jou. En tot jij er bent en dan stappen we met z'n drieën in de trein. Maar we gaan niet uh, allemaal zo langzaam huppeltje puppen, want er moesten honderden mensen moesten allemaal die trap op. Allemaal naar Groningen en Leeuwarden. Dan nou, zei ze, dat is goed, ik zie je boven wel. Dus wij zitten bij de ingang van de trein op de tassen te wachten tot die moeder komt. Allemaal mensen stappen in, die gaan allemaal lekker op de zitplaatsen zitten. En die conducteur die ziet dat het perron bijna leeg is en die zegt tegen mij van, komen jullie ook naar binnen? Ik zeg nee, want we wachten op de moeder van mijn kind. Ja, nou, zegt de conducteur, dat hou ik wel in de gaten, kom jij maar naar binnen toe. Dus ik ga met de kind uh, de trein in en we blijven dan bij de deur. Met de open deur uh, ging we ik die, die tassen neergezet, ik bleef zo'n beetje staan, kind geprakt op een van die tassen. Mijn kind was zes of zo. Gaat die conducteur op zijn fluitje blazen en die deuren sluiten. Uh, ik sta op, ik slaap op die man af, ik zeg hé, hey, we hadden een afspraak. Jij zou in de gaten houden of de moeder van mijn kind uh, aan boord is. Ja, zei die, die is er toch? Ik zeg, oh ja, en waar dan? Nou, die man die begreep dat hij een fout had gemaakt, dus die pakt gelijk zijn portofoon. Euh, bliep, bliep, bliep met de machinist. En dan wordt dus die trein wordt tot stilstand gebracht. Een trein met een paar honderd man erin. Het was Pasen, weekenden. Iedereen naar Groningen of Leeuwarden. Dus die trein met honderden mensen erin wordt tot stilstand gebracht. De commentaar doet uh, onze deuren open en zegt tegen mij, nou, ga, ga die moeder maar zoeken. En ik stap op het perron zie ik haar net de laatste stappen zetten van die trap omhoog. En even later, weken later, vertelt de moeder van mijn kind... dat ze in haar vriendenkring het volgende verhaal had verteld. Maar nou zeg, met Pasen had die moeder van Perry iets georganiseerd... en daar had ik helemaal geen zin in. En ik dacht, hoe kom ik daar onderuit? Nou... Toen dacht ik het helemaal voor mekaar te hebben door dan zogenaamd uh, niet op tijd te zijn voor het vertrekken van de trein. En ik dacht, hè, hè, het is gelukt. Ja, die Trut had er even geen rekening mee gehouden dat ze helemaal geen tassen en niks had. Dus ook geen portemonnee, het ook geen ideebewijs, echt helemaal niks. Ook geen sleutels. Ja, zei ze. En dan stond ik dan op het perron, helemaal opgelucht. Van nou, dat vervelende weekend op Schiermonnikoog gaat gelukkig niet door. En ik denk, ik kijk er nou even lekker hoe die trein vertrekt. Gaat die trein in en stilstaan? En stapt Perry eruit? Nou vertelde ze mij, dus de moeder van mijn kind vertelde dat aan mij, hè, dat verhaal. Met een hele grote glimlach erbij. Dan zei ze nou, en iedereen moest ongelooflijk lachen. Ze vonden het een dol. Komisch verhaal. Het was mij bijna gelukt om niet naar Schiermenhoog te hoeven. Maar helaas, de trein stopte en Peggy stapte uit en toen moest ik alsnog mee. Oh, 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 wat had ik toch een pech. Nou, een jaren later, dat was al na de scheiding was ik bij mijn moeder. En hoe we erop kwamen weet ik niet, of waarom ik eraan dacht, dat weet ik niet. Maar ik vertelde dus aan mijn moeder van trouwens, eh, vier jaar, vijf jaar geleden, weet je nog, dat weekend op Schiermonnikoog, en weet je trouwens dat uh, jouw schoondochter uh, geprobeerd heeft om zich daaronder uit te wurmen. Dus ik vertelde dat hele verhaal. Van hoe die schoondochter van haar, dus mijn ex, uh, dat had geprobeerd. En mijn kind, het was helemaal niet bedoeld voor de oren van mijn kind, maar ja, kleine potjes hebben grote oren, zeggen ze dan. En mijn kind die hoort dat verhaal aan en roept zo, dwars door de kamer heen, ze zat aan de andere kant van de kamer, ik dacht dat ze lekker op de iPad bezig was, roept ze zo heel hard. Nee, dat soort dingen doet mama niet. Dat moet een ongelukje geweest zijn. Ja. Nou, ik denk van niet. Die vrouw heeft mij dat zelf verteld. En doet ze nou zoiets uit een gebrek aan inlevingsvermogen? Nee. Dat doet ze uit overtuiging voor zichzelf dat ze. Ja, ze had er geen zin in. En ze had natuurlijk kunnen zeggen tegen mij: van, Ik heb geen zin in het weekend met je moeder en uh, uh, ja, ik ga niet mee. Nou, dan had ik tegen haar gezegd, van nou is het best dat je niet meegaat, dan moet je even mijn moeder bellen. En dan zeg je dat je niet meegaat. Nou, mijn moeder vindt dat niet leuk, maar uh, je hoeft, als je niet wil, dan hoef je niet mee. En dan zeggen we dat ook tegen het kind. Van nou, uh, we gaan het weekend uh, met uh, papa en, uh, en je tante huppeltje is mijn zus. En oma gaan we naar Schiermonnikoog. En mama gaat niet mee, want die heeft er geen zin in. Dat had ze gewoon kunnen doen. Maar dan had het dus duidelijk geweest voor het kind, en voor mijn moeder, en voor mijn zus, dat zij dus eventjes niet mee wil. En daar had ze geen zin in. Want dat staat niet goed op haar cv. Dat staat niet goed op haar blazoen. Nee, wat zij per se wilde was niet mee te gaan vanwege een ongelukje. Er gaat wat mis. Er is er wat misgegaan. Daar kon ze dan zogenaamd niks aan doen. Want dan had ze precies haar zin gekregen. Dat was de bedoeling. Het heeft ze mezelf verteld. Door op te biechten dat ze het hele verhaal had doorgebriefd aan haar, aan haar vrienden tijdens een of ander feestje. En iedereen had ze helemaal krom gelachen. Van wat een doldriest avontuur, zeg. Hoe wurm ik, ik mij onder een afspraak uit om met mijn schoonmoeder mee te gaan. Terwijl ik geen zin had om dat eerlijk met open vizier te spelen. Want ik wil de, de indruk wekken dat het allemaal een ongelukje was. En dan haar vriendenkring, die heeft ze natuurlijk ook met opzet uitgezocht. dat het dat soort mensen zijn. En die vinden zoiets dolkomisch. Hebben die mensen een gebrek aan inlevingsvermogen? Nee. Helemaal niet. Dat zijn immorele mensen. Dat zijn slechte mensen. En dan mag je niet oordelen, zeggen ze dan. Ja, uh, Oordeel niet opdat jij niet geoordeeld wordt. En ik zeg je: als je dat soort dingen doet. Zoals de moeder van mijn kind. Of haar vader. Die dus uh, de sleutels met opzet in de tweede la legt van het reservoir En dan de krant gaat lezen en doet alsof zijn neus bloedt. Terwijl zijn vrouw in paniek raakt, want de slager gaat bijna dicht. En hij zo hi, 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 in zichzelf. En tegen zijn vrouw alleen maar brommen: van ja, je bent zo'n slordervos, dan krijg je ervan, hè? Terwijl hij degene was die de sleutels had weggelegd. hè. Dan ben je slecht. Punt. En ik ben dan beter dan mijn schoonvader. In die zin dat ik dat soort dingen niet doe. Uh, het kan mij ook overkomen hoor, dat ik een sleutelbos zie liggen. En dat ik denk van, oh die leg ik even daar neer. Of zo. En dan kan het ook nog mij nog overkomen dat ik glad vergeten ben dat ik die sleutelbos opzij heb gelegd. Dat kan. Het is me nog nooit gebeurd. Maar ik vergeet wel eens iets. Mijn dochter heeft ook een keer bij mij voor een dichte deur gestaan. Was ik ook iets vergeten? Ja. Nou, dat vond ik heel vervelend voor mijn dochter. Daar heb ik ook sorry gezegd. Dat was niet de bedoeling. Ja, zei ze. Maar ik had het toch doorgegeven dat zo en zo. Ik zei ja, dat klopt ook wel. Maar het kwartje was niet helemaal gevallen bij mij. Ja. Maar dat soort dingen met opzet doen, dat doe ik niet. En mijn schoonvader wel. Volgens de moeder van mijn kind. En mijn moeder van mijn kind doet dat soort dingen met opzet. Want dat heeft ze mezelf verteld. En mensen die dat soort dingen doen, dat zijn slechte mensen. En dat heeft niks te maken met dommigheid. Dat is een inborst van die mensen. Dat is mijn oordeel. En. Nou, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt, aan deze beschouwing over inlevingsvermogen. Hm? En dan zeg ik op zijn hamburgs, tjus en dag, lieve inlevenden.